challenges are. In Holland, because we don't have a lot of space, we put all our cables for electricity, for water, for heating, we put them in the ground. So if you look what's... U heeft een aantal studenten rondgeleid door het gehele project. Wat voor soort studenten waren het? Dit waren universitair opgeleide studenten van Twente. Met als achtergrond natuurlijk civiele techniek. Het is Engels, deels Engelstalig. De eerste groep die we rond hebben geleid waren Nederlandstalig. En nu gaan we naar de Engelstalige studenten. Dat is de volgende groep. Mijn collega doet eerst een presentatie. En vervolgens gaan we het werkgebied even langs om alles duidelijk ook te laten zien wat er eigenlijk heeft plaatsgevonden. En op plaats vindt binnen dit mooie project. Wat was het doel van de rondleiding? In eerste instantie is natuurlijk betrokkenheid van de studenten. Hoe mooi als het vakgebied eigenlijk is, civiele techniek. Wat er op dit moment allemaal speelt binnen ons vakgebied. Dat is klimaat, duurzaamheid, circulaire economie. Het type contractvorm, hoe het hier aan bod is geweest. Dus vanuit een bouwteam gedachte, dus gezamenlijk met de gemeente opdrachtgever, hebben we dit eigenlijk tot stand gebracht. Dus in eerste instantie brainstormen over oplossingen. En vervolgens in de uitvoering. Toen kwam onze uitvoeringstak duidelijk naar voren. U heeft in het Engels een inleiding verzorgd. Waarvoor was dat? Dat klopt. Die presentatie die we net hebben gehouden was voor 110 eerstejaarsstudenten van de Universiteit Twente. Ze hebben nauwe contacten met het bedrijfsleven en zij zoeken elk jaar naar een mooi project om aan het begin van hun opleiding eens een bezoekje te brengen om praktijk en theorie samen te brengen. En wij hebben het project in Almelo aangedragen omdat er natuurlijk heel veel bijzondere elementen in zitten. En die hadden ze uitgekozen. Dus vandaar net de presentatie. Na de inleiding was er een rondleiding buiten. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, de opleiding aan de universiteit is toch voornamelijk theoretisch. En de hele bedoeling van zo'n bezoek is theorie en praktijk samenbrengen. Dus ja, net binnen even de achtergrondinformatie verteld en meer de ontwerpkant belicht. En buiten kunnen ze nou zien hoe het in uitvoering is en deels al is aangebracht. Om dat te verduidelijken. Wanneer zo'n project wordt uitgevoerd, dan komt er heel wat in de voorbereiding bij kijken. Daar heeft u een beste klus aan gehad. Dat klopt. We hebben in dit geval hebben we dat in een bouwteam samen met de gemeente gedaan. Waarbij we dus allebei een eigen kennis en ervaring in hebben gebracht. En eigenlijk het hele project al voor die tijd hebben uitgedacht van niet alleen het ontwerp, maar ook hoe gaan we het bouwen. Om daar eigenlijk de uitvoering zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. En naar onze mening is dat ook aardig gelukt.